Er komt geen alternatieve plek voor de 8 skeve huizen in Nijmegen-Noord. Dat zei wethouder Bert Frings woensdagavond tegen de gemeenteraad. Diverse raadsleden verwijten het college slechte communicatie over de 8 geplande skeve huizen. Volgens de wethouder heeft het geen zin om vooraf overleg met bewoners te voeren, omdat daardoor vaak juist onrust wordt gecreëerd. Skeve huizen zijn woningen voor mensen die overlast kunnen veroorzaken. Wethouder Frings heeft gezegd dat de mensen dus alleen maar dus psychisch gestoord zouden zijn of minder dus bekwaam zijn. En dat ze nergens in de samenleving onder de bevolking kunnen wonen. Maar nou zeggen ze ook dat er mensen met drugs. Dus we krijgen overlast natuurlijk van heling en dealers die hier ook naartoe komen. Ik vind hem heel weinig respect hebben. Ik vind zelfs, ja, daar zeg ik op persoonlijke titel dan, heel arrogant van zelfs van wethouder Frings om zo met mensen om te gaan. Ja, als je iemand vraagt van waarom een resse, ja, alleen Frings vindt het schijnbaar belangrijk. Ja. Als doel is bereikt als die mensen op een goede locatie komen. Niet te ver van het centrum af. Ze willen toch de stad in. In ieder geval niet in een buitengebied. Waarom je als burger zorgen maakt, en dan heb ik het nog niet eens natuurlijk over drugsverleden en de psychische kanten van de doelgroep. Die zijn ook al genoeg genoemd. Maar we hebben het inderdaad hier over kwetsbare groepen. Je kunt je afvragen, wat voor belang heeft vooral de groep hiermee? Want die worden geplaatst aan de randen van Nijmegen-Noord, waar helemaal niets te doen is, in een weiland, waar notabene ook daar wel degelijk prikkels zijn. En waarvan bekend is dat ze overdag naar de gemeente de stad terug zullen gaan. En hoe moeten ze dat doen, wanneer er geen openbaar vervoer is? Ik denk dat de verantwoordelijke wethouder Frings eigenlijk niet zo heel erg veel kan schelen of de doelgroep hierbij gebaat is. Maar dat het hem vooral gaat om politiek gewin. En ik hoop dat er geen enkele partij is die zich voor dat politieke karretje laat spannen. We hebben een advocaat. En die staat te trappelen omdat hij ziet hoezeer hij hier een zaak heeft. Maar dat willen wij voor zijn. Wij hopen dat de raad eerder dan dat inziet dat we niet met z'n allen gemeenschapsgeld weg moeten gooien. En dat dit gewoon niet door moet gaan. Nog voordat we naar de Raad van State gaan, moet hier een punt achter gezet worden.